En nu de weersverwachting van de Meteorologische Dienst Suriname. Die geldt voor 24 uur vanaf vanavond 7:30. Aan het begin van de avond zijn er enkele verspreide buien, voornamelijk in Centraal Suriname. Deze nemen geleidelijk af naarmate de avond vordert. Tijdens de nachtelijke uren is het half bewolkt met kans op enkele geïsoleerde regenbuien, voornamelijk langs de kustlijn. Aan het eind van de nacht ontwikkelt er plaatselijk nevel en of mist, voornamelijk in bosrijke gebieden. Morgen, gedurende de morgenuren, is het tijdelijk bewolkt met zonnige perioden. In de late middag en vooravond, en voornamelijk in het kustgebied, kunnen er enkele lichte tot soms matige onweersbuien, mogelijk gepaard met onweer en of windstoten, plaatsvinden. De meteodienst waarschuwt dat het morgen af en toe lokaal winderig kan worden. In de middag tot vooravond is er kans op enkele matige onweersbuien, voornamelijk in het kustgebied. Tot zover dit deel van het ATV-journaal.